De Nederlandse kampioenschap squaljongens, georganiseerd door de keersvereniging Belsum. Sinds je zo'n 50 werd deze partij al georganiseerd. Zo'n 30 partijen op de lijst. En het eind van de rit wie het Frinsiet die de eerste prijs vertrok. En dat was zeker verrassend te nemen. Een van de vier zes favorieten, zoals Bjerm Pieters Bjerm stien in die finale. Jan Sjouke Wever, Joran Gebrande en Mark Ikema. Het waren een hele spannende partij. Die uiteindelijk op 4 wisselgelijk en 6 jaar eindigen. Toch een boetenslag voor de partij van 6 Bjerm. Wat winnen ze er tegenbij? Wat hinden ze de hele dag spannend keer? Ze winnen de grote favoriet, maar Frens ziet zich in de prijs van terug. Wesley Bollema, Dennis Venema en Marco de Groot. En die laatste neemde keerde de bal voor de keers prachtig mooi zijn laatste slag op 6 jaar. Alle lof voor deze drie man, Jan Bostra, mooi een jaar lang de bal in huis hebben. Dan onze favoriete Duur van Grauw. Eerste omloop winnen ze en Jim Wommel. De tweede partij winnen ze in Jelsen Klein. Maar de derde partij verliezen ze met 400 rijen, zoals geliek. Zin het duur van Zoutberen, Pietersberen. Dan nog een van die favorieten, die dragen ons tieners. Eerste omloop winnen ze met 400 rijen van Welsdriep. De tweede met 400 rijen van Weensum. De tweede omloop met 412 points, maar de vierde omloop stroffelen over Engelen. En Engelen, een super patuur, vier wezenlijk schijnen, zo winnen ze sinds 10 jaar. En dat weer verrassend. Engelen, ja, Engelen. Ze stien beste keer, Wiemer en Posma, Jan Essen van Beek en Willem van Beek. De eerste omloop slaan ze Arem van de list af. De tweede omloop met 400 slaan ze Duinem van de list af. De tweede omloop met 400 Anjem van de list af. En die vierde omloop stiers dus, maar vier wisselen en scheren Sois. In de hele finale gong het haast goed, maar krek kan je boord verliezen met 4-4 en scheren Sois. Maar toch super, Wiemer en Posma, Jan Itse van Beek en Willem van Beek. Hoe tien man nu het vrij en blij stien te keert zijn tredde prijs de vertrokken. De vierde prijs wie uiteindelijk nog het vertuur van Makkum. Makkum, eerste omloop winnen ze van Lekkum. De tweede omloop tjen Minnetskier. De tredde omloop tjen Belsum. En de vierde omloop stroffen ze dus 400 rijen, zoals geliek, zie je de partij van Frinsiet. Verrassende winnaar bij de Nederlandse kampioenschappen. Frinsiet, Wesley Bollema, Dennis Venema, Marco de Groot. Tweede prijs, Seksbieren, Pietersbieren, Jan Sjouke Werwer, Joran Gebrandi en Mark-Jan Ikema. Tweede prijs van de partij van Engelen, Wiebren Postman, Jan Itse van Beek en Willem van Beek. De vierde prijs van de partij van Stiens, Gerrit Winkel, Willem Rus en Kevin Jordi Hiemstra. De partij van Makkum, Jura Rinia, Klaas Bosma en Sim Bootsma. De coach Bouma wie in Arnhem zeer tevreden. De coach van Frinsiet, die zit maar trots met de bal. Want ja, je bent het hier, hè? Ja, geweldig. Nou, dat hebben wij van tevoren net verwacht. Wat biedt spannend, hè? Ja, super, super, super. De hele dag, we hebben hartstikke een spannend keert. Twee keer achter stond, maar ja, we hebben toch uiteindelijk redden. Wat is hem grote kracht? Foutloos keertje, denk ik. Ik ken er wel heel verhaal van horen, maar foutloos keertje. Ik denk dat dat het belangrijkste weer. En ik zie gewoon Marco voor in het perk constant scherblowen. Ja. Ja, dan hadden we van tevoren goed opraten. Zei ze, haal hem de holle erbij, wees scherp. En reageer net op het tegenstander. Nee. Dus, en dat pakte je heel goed uit. Dus we hadden van de morgen al een goed gevoel. En de hele dag terug ging gewoon superieur, geweldig. Wat voor gevoel zit je nou? Hartstikke trots. Ik ben maar krijg coach en dan voor de eerste prijs winnen op mijn NK. Ja, dan moet je wel trots zijn, denk ik.